Oké, okay, jongens, ga je ready? Ook bezig met de camera. Ready. Aha. Iedereen camera is bij. Ja. Dat is een sign of the times, toch? Bij deze. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Besef. Besef. Aflevering 4. Met vandaag, en ik zeg het elke keer, speciale gasten, maar dit zijn wel hele speciale gasten. Niet allemaal artiesten. We zullen misschien een keer een rondje maken dat ieder zich kan voorstellen. Zodat ik ook niet struikel over iemands namen. Hè. Dat neemt jullie sowieso mee terug naar de schooltijd. Dus, yes. Daar aan tafel. Mijn naam is mijn hele schooltijd verkeerd uitgesproken. Dus als we dan toch de sharing circles aan het toepassen. Mijn naam is Imad Tanouri, 34 jaar, Vlaams parlementslid voor Groen. Geboren en getogen Antwerpenaar, liefhebber van hip-hop, urban, basket, alles wat je maar wilt. Maar bon, daar gaan we het niet allemaal over hebben. Hè. Bang, bang. En hier aan tafel? Ik ben Soufiane Amrani. Ik ben kandidaat voor de gemeenteraad bij CD&V Antwerpen. Ik ben 10 jaar lang muzikant en DJ geweest. Eigenlijk nog altijd een beetje muzikant. En zoals dat iemand heeft gezegd, we gaan de rest wel straks bespreken. Sowieso. Zeker. En last but not least. Ja, ik ben ik denk ik de moeilijkste naam hier aan tafel heb: Hisham El Mzaïr. Ik ben districtraadslid voor SPA in Wilrijk. Ik was geweest adviseur bij de verschillende ministers binnen de SPA. En ik ben ook DJ bij Radio Stad, onder andere in Tomorrowland. En in mijn vaste plek in Antwerpen, Café Olé. Ja. En toekomstige burgemeester van Antwerpen? Hallo, je boy, DJ PDR. we hebben een ding hier, Dallas stelt mij nooit voor. Ik wil vooral de tijd nemen om jullie te bedanken, heren. Dat jullie zijn langsgekomen en de tijd hiervoor willen nemen. We weten dat deze dagen heel druk zijn voor jullie, natuurlijk. Yes, sir. Ja, is dit een hele speciale week voor jullie? Ik veronderstel van wel. Het is een speciale week. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest als deze week. Dus, ja. Voor u is het de eerste keer ook. Voor mij is het de eerste keer. I'm a virgin, ja. Okay. I'm a virgin. First time. Ja, misschien even rondgaan. Hoe lang zijn jullie ieder al met politiek bezig? Ik heb 7 jaar geleden een partijkaart gekocht. Ik ben 4 jaar geleden parlementslid geworden. Dus 4 jaar... dit is mijn derde campagne nu, maar 4 jaar geleden was mijn eerste bewuste campagne, zal ik maar zeggen. De eerste keer was, oh ja, alles gebeurt rondom u. De tweede keer ging effectief over dat ik zelf wel of niet verkozen zou raken in het parlement. Dus daar heb ik zelf ook heel bewust mijn eigen campagne gevoerd en die van een partij mee uitgedragen. En nu, I'm having a blast, omdat ik nu campagneleider ben in Antwerpen, maar ook mee kandidaat. Dus zowel voor als achter de schermen er heel veel dingen mee in handen. En it's a rush, je zit kapot moe, je geniet keihard, dat is keihard kicken. En dat is een ongelooflijke combinatie van stress en adrenaline en enthousiasme en plezier. En ik denk, na zondag zal ik pas echt doorhebben hoe ik me voel. Of, De klop krijgen. Ja, en is bij jullie ook zo gewoon doorgaan op adrenaline en... Lange dagen, korte nachten? Ja, in de mate van het mogelijk, eerlijk gezegd. Ik probeer gewoon te doen wat ik kan doen. En als ik te moe ben of te kapot ben, ja, dan moet je even de tijd pakken om ook aan jezelf te denken. Ja. Wat slim is. Smart move. Ik hoop het. Nee, smart move, ja. Ja. Het is in ieder geval, het is gewoon heel belangrijke verkiezingen hier in Antwerpen. Als je kijkt naar de lijsttrekkers van verschillende partijen, dat zijn ook nationale kopstukken. En dat is eigenlijk de vooravond van ook belangrijkere verkiezingen in 2019. En we zijn campagne aan het voeren als een beetje ons leven daarvan afhangt. Want ik ben vader van 3, ik wil dat mijn kinderen ook goed onderwijs hebben in Antwerpen. Dat die niet meer scheef bekeken worden omdat zij een andere kleur hebben of een andere afkomst hebben. En ja, in Antwerpen, ja, dat is het bakermaat eigenlijk van verschillende politieke partijen. Er zijn ook verschillende politieke partijen ontstaan. En ik ben benieuwd voor 14 oktober, want ik denk dat er toch een grote verrassing uit de bus gaat komen. Let's hope so. Ja. Maar al sinds, tijd voor verandering? Antwerpen is wel, om dat punt te maken, het graven is aan politiek doen in Antwerpen. Journalisten, mensen die met politiek bezig zijn, dat ging dat uit, grappen, maar menen ook wel voor een stuk dat er 3 parlementen zijn in dit land. Dat is het federaal parlement, het Vlaams parlement en de Antwerpse gemeenteraad. Want alles wat in de stad gebeurt, heeft een nationale impact. Mm-hmm. En dat is wel positief voor ons als Antwerpenaren, want dat bevestigt nog eens dat wij de shit zijn in het centrum van de wereld. Dat is minder leuk. Gewoon alleen maar parking is eigenlijk. Ja, maar dat is minder leuk voor iedereen die buiten Antwerpen woont, omdat het natuurlijk lokale verkiezingen zijn. En dat zou ook vooral om lokale thema's moeten draaien, wat we maximaal proberen te doen. Maar het heeft
hoe dan ook wel een impact op wat er buiten gebeurt ook. Ja. Nu, een van de redenen waarom dat ik dit wou doen en jullie wou uitnodigen, is omdat ik denk dat er, ja, hopelijk kijken er jongeren en zijn die nu al iets anders aan het doen op YouTube. Maar op een of andere manier heb ik de indruk, en ik hoop dat jullie dat kunnen tegenspreken en anders bevestigen, dat de jeugd niet echt zo begaan is met politiek. Is dat iets dat speelt bij jullie? Denken jullie erover na? Ik denk dat waar is. Ik denk dat ook een sentiment is dat ervoor heeft gezorgd dat ik mijn eigen in politiek speelveld heb gegooid. Mm-hmm. Omdat ik denk van, als je kijkt naar de afgelopen jaren, er wordt altijd heel veel beloofd tijdens de campagnes en weinig nagekomen. Maar niet enkel dat, er zijn heel veel schandalen die tevoorschijn zijn gekomen. En dat zie je in alle partijen. Daarbovenop heb ik altijd het gevoel gehad dat de politiek er een beetje een soort van ubermens is, die dat altijd de perfecte, ideale persoonlijkheid moet zijn, die daar nergens fouten mag maken. En ik geloofde niet goed in heel dat concept. En ik hoop persoonlijk om door altijd mezelf te zijn in dat verhaal, er een beetje een verandering in kan brengen. Maar ik denk dat Emmet eerlijk gezegd ook de afgelopen jaren heeft aangetoond dat je in het parlement kunt staan met je sneakers. Dus dat is een beweging die daar aan het komen is. En dat bevestigt hetgeen dat je zegt. Ik denk dat dat waar is, ja. Wat ik bijvoorbeeld heel hard heb, en ik ben niet zo jong niet meer, ik raak gewoon verloren eigenlijk in alles. Er komt zoveel informatie op u af. Ik vergeet de essentie van waar een partij soms voor staat. Want ik heb soms het gevoel om gewoon kiezers eigenlijk te trekken, wordt er van alles beloofd. Wat is nu eigenlijk, bijvoorbeeld, kan ieder van jullie mij bijvoorbeeld vertellen waar staat u voor en waar staat uw partij voor bijvoorbeeld? Waar staat jij voor, waar staat uw partij voor? En hetzelfde voor de SPA dan in uw geval, Hisham. Kun je dat misschien in het kort even een uitleg geven naar de jongeren toe? Want die, ik weet bijvoorbeeld, die attentiespan is heel kort en misschien zijn die al lang weggezapt. Nee. Maar voor degenen dat we effectief kunnen doordringen, dat die echt bewust een keuze maken. Want de N-VA bijvoorbeeld, die hebben een heel sterk machine, een goed geoliede machine, en die spelen op de mensen in. En die krijgen stemmen gewoon op basis van ja, het soort van politiek dat die doen, die houden gewoon de mensen eigenlijk schrik aan, heb ik zo'n beetje het gevoel. Dus degene die dat niet verder gaat zoeken, of niet verder gaat zien, ja, die denken van, ja, dan is het een sterke standpunt, ik zie dat overal en dat zal wel goed zijn. Maar dan heb ik het vooral eigenlijk over de Belgische kiezers. Ja. Ikzelf als allochtoon. Ja, we zijn allemaal Belgen, nieuwe Belgen, oude Belgen, maar weten, dan heb ik het echt over mensen die daar gewoon eigenlijk op die houden die gewoon schik aan. Want er zijn cotés waar ik soms voorbij rijd, waar ik zie alleen maar geel, nee, overal. Zelfs de moderator heeft geel vandaag. Tactisch toch? Ja, zie eens. Kleur, maar het is wel... De reden waarom dat ik dit heb aangedaan, is gewoon omdat we eigenlijk, weet je wanneer dat wij Belg zijn? Mm-hmm. Allemaal samen, als ja. België speelt. Dan zijn we eigenlijk allemaal samen in België. Weet je dat ik mijn eet heb afgelegd in het parlement 4,5 jaar geleden? Ik ga dat nooit vergeten. Omdat dat mijn allereerste dag in het parlement was. Maar dat was toen met de allereerste match van de Rode Duivels op 2K van 2014. Dus deze heeft zijn kostuum al gedaan met eronder een Rode Duivels tenuke. Hij heeft zo zijn eet afgelegd. Super. In midden van het parlement. En het enige probleem was, wat ik niet wist, was dat de officiële foto's voor het parlement voor de komende 4 jaar die in dag getrokken werden. Nice. Dat klopt, alle foto's van het parlement met Rode Duivels tenue. Maar exact ook om de reden dat jij zegt. Ja, jullie gisteren hebben veel dingen aangeraakt en ik ben heel gepassioneerd door politiek, dus ik kan er heel veel over zeggen. Jullie hebben heel veel interessante dingen aangeraakt, maar ik denk eerst en vooral over wat jij zegt, angst. Fear is a good motivator. Fear is electorale doping ook. Ja. Je kunt dat uitbuiten en je kunt daar winst mee maken. Maar ik geloof heel hard, de manier waarop ik in het leven sta, maar ook wat ik aan politiek doe, dat hoop nog veel meer kan doen. Angst heeft een houdbaarheidsdatum. Ja. Angst kan ofwel leiden tot ergere dingen, ofwel worden mensen daar op een bepaald moment beu en wil ze niet meer bang zijn. Ja. Wat je daar tegenover kunt zetten, is hoop, maar vooral een concreet perspectief, hoe je dingen beter kunt maken. Mm-hmm. En ik vind dat een veel interessantere manier van aan politiek doen en ook een veel duurzamere manier van politiek doen. Dat is één. Twee, als jij zegt, jonge gasten hebben geen interesse meer in de politiek, it's true. Maar dat geldt niet alleen maar voor jonge gasten. Er is een kloof op dit moment tussen burger en politiek. Dat geldt voor jonge gasten, maar dat geldt evengoed, ik ben 34, voor mijn eigen vrienden, voor oude mensen. Ik ben nog ouder en Ik beschouw dat nog jong, hè, 34. Hè? Ja, ik zie mezelf ook als jong. Dat is omdat je binnen een paar jaar ook nog jong wilt zijn. Ik hoop het, ja. Nee, ook bij mezelf. Ik ben wel begaan met wat er speelt. Maar ik betrap me er nu zelf op en ook in aanloop naar deze aflevering van... Ah, damn, ik ben eigenlijk
niet zo op de hoogte dan ik zou moeten zijn. Ik moet zondag een stem gaan uitbrengen. Ja. En in alle eerlijkheid, ik ken gewoon niet genoeg van de materie. Ja. En dan denk ik soms aan, heb ik dan wel het recht om te stemmen? Ja, natuurlijk. Allee. Of course. Yeah. Natuurlijk ja, heb je, ik weet niet. Er zijn mensen, ik zou het liefst hebben dat mensen die een stem uitbrengen, dat zij effectief ook weten waarover dat het gaat. Nee, met de stap, de volgende stap, het mogelijk risico met wat je nu hebt, is totale apathie. Nu zul jij erover aan het nadenken. Because you gotta cast your vote. En je zult je vragen aan het stellen van oké, ja, deze klopt niet en moet ik er niet mee bezig zijn of wat dan ook. Als je die element, als je dat element wegneemt, krijg je wat je ziet in Amerika of in Frankrijk, mm-hmm. als een groepelijk sniper, zoveel jaren geleden in Frankrijk, een nummer uitbrengt om jonge gasten te gaan overtuigen dat die stem ertoe doet, vind je dat graaf dat die gasten dat doen, maar tegelijkertijd ook pijnlijk, omdat je mensen daarvan moet overtuigen. Als in Amerika nu allerlei mensen samen met de March for Your Life-beweging campagnes te ontvoeren om mensen te overtuigen om te gaan stemmen voor de midterms, dan vind ik dat mooi, maar tegelijkertijd ook pijnlijk. In die zin vind ik het goed dat wij voor een stuk, noodgedwongen is een negatief woord, maar ik vind het wel goed, elke keer opnieuw terug moeten nadenken over politiek. Los daarvan kunnen we nog heel veel zeggen over het systeem, er zijn dingen die anders moeten, maar ik vind het wel goed. Ja, ik weet gewoon niet of dat om de 6 jaar een piek in interesse opwekken bij de mensen, lijkt mij te weinig. We need dat lijkt mij gewoon of dat het systeem niet up-to-date is. Nee, het systeem is nog geen 2.0 van hoe dat wij politiek voeren. Is niet up-to-date. Het systeem is niet up-to-date. Er is een prof, Luc Huizen. Gedoemer. Ja, sorry. Maar er is een prof, Luc Huizen, die heeft een boek geschreven, De Democratie Voorbij. En die maakt een analyse van hoe dat ons systeem werkt. En frankly, my dear, het systeem zoals het nu is, kind of over its highlights of zo, high points. Of, mm-hmm. je moet daar wat in aanpassen. En je ziet, en dat is het graven eraan, dat er verschillende nieuwe experimentele vormen opkomen, maar dat die soms even snel verdwijnen als ze zijn opgekomen omdat dat experimentele vormen zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook resultaten. Barcelona, om één voorbeeld te geven, decidim.eu is een website, maar het is geen gewone website. Dat is een website waar alle wijken in Barcelona kunnen aangeven welke topics er leven, over welke dingen dat ze willen dat aangepast worden. En die worden participatief meegenomen door de gemeenteraad. En je kunt als burger meekiezen, ik wil dat er meer geld ingestoken wordt in dat en dat, ik wil dat en dat gebeurt. En dat is een nieuwe vorm van betrokkenheid van burgers. Dat lijkt me gewoon democratie 2018 of zo. Kunnen we dat implementeren? Ja, maar je hebt hier in Antwerpen, in district Antwerpen, heb je ook de burgerbegroting. Ja. De overschot bijvoorbeeld van de begroting, dat wordt eigenlijk beslist door verschillende verenigingen, maar ook individuen in district Antwerpen. En het wordt hier ook gedaan. Alleen, politiek houdt zich bezig met u als burger. En ik vind dat je je ook moet bezighouden met politiek voor een stuk. Die zijn niet alleen bezig met de straatverlichting in uw straat, of de herhaling van uw straat, of de veiligheid of de vuiligheid van uw straat en de scholen van uw kinderen. Die zijn bezig met van alles. En je moet niet zeggen of denken dat je bijvoorbeeld om de 6 jaar een stem gaat uitbrengen en dan heb je wel volledig je bijdrage gedaan in de politiek. Politiek die blijft eigenlijk constant bezig. Daarom, ik probeer jongeren ook aan te sporen om een partijkaart te kopen eventueel, om dan zich echt te engageren in een politiek stelsel, in congressen van partijen enzovoort. Want als je kijkt bijvoorbeeld in congressen van sommige partijen, wie zit er daar? Meestal 50-plussers. Met alle respect voor blanke mannen, 50-plussers, die eigenlijk bang zijn van alle veranderingen. En de politiek en de democratie in ons land is niet meer in balans. Want je hebt de 65-plussers, dat is eigenlijk een groep die niet meer actief is. Ze hebben wel bijgedragen tot de welvaart enzovoort, waarvoor respect. Maar ze mogen nog altijd gaan stemmen. Tot hun 80ste, 100ste, zelfs met alle respect voor demente mensen, die kunnen nog altijd gaan stemmen. They have every right to. Ja, maar, en ja. Ik kan dat verdedigen, dat zij ook gaan stemmen, maar de min-18-jarigen mogen niet gaan stemmen. De min-18-jarigen kunnen niet gaan stemmen. En dat is 30% van Antwerpen. En dan denk ik in mijn eigen, dan heb je partijen die van alles doen om die groep kiezers te paaien en die eigenlijk weinig belang hechten aan de min-18-jarigen, want ze gaan toch niet stemmen. Is er binnen de partijen genoeg toestroming van nieuw, jong politiek talent? Dat denk ik wel, ja. Maar dat is, je hebt die jonge afdelingen. Dat zeggen was ook. Bij ons hier, wij hebben de jongste parlementair van het land bijvoorbeeld, Ori. Ja. Dat is de jongste, maar wel een van de jongste. Ja. Is dat niet de jongste in het Vlaams parlement? Nee. Francisco van der Jeugd en Tine zijn jonger. Maar het is wel een van de top 3 jongsten. Ja. Allee, goed. Ja. We hebben Sami Mahdi, populair figuur ook. Je ziet gewoon heel veel jongeren die dat stelselmatig wel in de picture komen. En ik denk dat een trend is die alle partijen aanspreekt. Aangezet om
ja, te starten met een politieke carrière? Ik zeg het vooral het gevoel van, oef, amai, als ik zo wat rondkeek, dan voelde ik mezelf niet altijd vertegenwoordigd. Pas op, ik ben nu een beetje aan het overdrijven. Hè. Mm-hmm. Maar ik had niet het gevoel van, dat is iemand die dat helemaal voor mij spreekt. En ik zag in mijn omgeving dat er ook wel veel mensen dat gevoel deelden. En je kunt blijven staan langs de zijlijn en kijken. Of je kunt zeggen, weet je wat, ik trek mijn botjes aan en ik kan er tegenaan. En dat is voornamelijk. Pas op, ik heb 10 jaar lang op een podium gestaan en muziek gemaakt. Vooral omdat ik een boodschap wou brengen en mensen bij elkaar wil brengen. En politiek is eigenlijk niet hetzelfde, maar op een andere manier. Mm. En dus dat is sowieso een groot deel van dat verhaal, maar grotendeels ook getriggerd door dat gevoel van ongenoegen. Van, het kan toch wel beter, of ik wil toch mijn stempel meekomen drukken op de maatschappij. True. Soufiane zegt ook over jongeren, en ik vind het trouwens echt dat je heel mooi zegt, en ik vind dat ook een heel nobele manier om te kijken naar de politiek. En dat brengt mij met mijn volgend punt. Ik denk dat er heel wat jongeren actief zijn binnen de politiek. Bij ons, bij Groen, dat staat altijd al in ons DNA, bij alle topplaatsen. En wij waren heel lang een kleine partij, en ze zijn nu nog altijd maar een middelgrote partij, mm-hmm. zal ik maar zeggen. Maar het feit dat ik als 30-jarige in het parlement kon gaan zetelen bij een middelgrote partij als Groen, ja, it shows them in business met jongeren. Wij zijn met 3 jongeren verkozen geraakt ja. in de vorige verkiezingen. En wij zijn nu terug heel veel mensen die zich als jongeren engageren bij ons. Ik zie dat ook bij de CNV, ik zie dat bij de SPA, ik zie dat bij alle partijen. Dus los van het feit dat er een kloof is tussen heel wat mensen en de politiek, zien we dat er ook heel wat mensen die gebeten zijn door dat politiek virus, en dat is iets graaf, dat die ertoe bijdragen. Maar ik denk het grootste probleem dat we vandaag de dag hebben, misschien wel is, en ik heb er net gezegd, fear politieke electorale doping wordt door heel veel mensen gebruikt. Toekomst niet alleen meer in België, maar bij uitbreiding in de westerse wereld na 9-11 en alles wat daarna is gebeurd. Dat is 1 ding. En 2, politiek is bij ons ook een beetje geleid tot een soort van scorebord. You got winners and you got losers. Ja. En alles draait van problemen. Terwijl ik heb heel veel liefde voor de politiek en ik denk dat wij gewoon, en ik geloof daar ook wel in, met een nieuwe generatie mensen, terug die liefde voor de politiek moeten gaan uiten. Politiek is iets graaf, politiek kan dingen op een positieve manier tot beweging brengen. Wij hebben iets mooi en broos in handen, maar dan, we got them in business. En dan moeten we het ook op een andere manier aanpakken dan we het nu doen. Want het is een prachtige stijl, maar het vertrouwen is eigenlijk redelijk klein, omdat alles wordt geleid tot winners en losers en ambras maken. Oh, dat is hetgeen dat ik bijvoorbeeld deze jaar bijvoorbeeld heel hard heb. We hebben juist een gesprek gehad toen de camera's niet aanstonden. Op basis van wat worden eigenlijk sommige mensen dan eigenlijk op de lijst gezet? Want als ik dit jaar bijvoorbeeld heb gezien, er is nu een nieuwe partij of whatever, waarbij dat er mensen worden als kandidaat eigenlijk worden gesteld, waarbij je op kunt kiezen. Maar ik denk van, allee, er moet toch een soort van ik zou graag iemand hebben die van wanten weet, die mij een goede... Ja, voilà. Er zijn een aantal criteria dat ik denk van, moet je daar niet aan voldoen voordat je eigenlijk op een lijst kunt staan. Er zijn nu sommige mensen waarbij dat ik gewoon zie, van, of mensen dat ik zelfs ken, bij wijze van spreken, of van ziens ken, maar ik me echt vragen stel van, hoe zit jij ooit eigenlijk? Wat doe je op die lijst om te beginnen al? Allee, wat is uw skillset? Wat zou jij eigenlijk kunnen bijbrengen? Wat ik vooral erg vind, zijn het mensen die tot bepaalde onderdrukte groeperingen in de samenleving zitten. En dan gaan ze bij bepaalde partijen die eigenlijk de oorzaak zijn van die onderdrukking. Voilà. Dan denk ik, dat is hetzelfde als mayonaise gaan eten tegen obesitas. Allee, Dan heb ik ook serieuze vragen daarbij. Oh, we get the first one-liner. Ja, maar... Nee, maar... Allee, dan heb ik daar ook vragen bij. Om eerlijk te zijn, dan denk ik in mijn eigen... Ja, wie hou je nog voor de zot? Deze jaar is dat echt sterk bij mij gekomen, dat ik echt zoiets heb van... Wauw. En ik wou me deze jaar echt engageren. En ook, we gingen deze gesprek aanvoeren. En ik kijk er super hard naar uit. En dat voldoet aan al mijn verwachtingen. Ik kan met mensen praten die op niveau zijn. Maar dan kijk ik soms naar die verkiezingslijsten. En dan denk je mijn eigen, is dat enkel omdat je in deze buurt dan stemmen wilt winnen? Omdat ja, dat is misschien bijvoorbeeld de zwarte. En dat is een buurt waar wat meer zwarte wonen. Of dat is bijvoorbeeld iemand... Maar misschien is dat ook omdat er niet de juiste kandidaten zijn die zich willen stellen. Ja, dat kan ook wel, maar kun je dan als partij je eigen permitteren om te zeggen van ik zet gewoon iemand... Nee, ik, partij, oh, kijk, maar, kijk, ik, mijn lijst nee, is nog niet vol. Ik denk iemand bellen van achter de hoek hier. Geen strafblad? Nee? Okay, wat ons betreft, en ik denk dat ook hetzelfde verhaal waarschijnlijk ook bij Groen. Bij CD&V waarschijnlijk. Als je tenminste hoort wat mijn verhaal is. Maar als partij, als je daar niet in slaagt
om mensen aan te spreken van de verschillende buurten, van de verschillende districten, van de verschillende groepen in de samenleving in Antwerpen, om op de lijst te staan of om zich te engageren in de politiek, dan heb je eigenlijk geen werk verricht de afgelopen 6 jaar. Als je moet wachten tot 2-3 maanden voor de verkiezing om dan te zoeken achter mensen van verschillende afkomsten om dan de lijst te vullen, dan ben je eigenlijk als partij niet aanwezig op het veld. Ja, wat Hisham zegt, volg ik helemaal. There's a good way of doing it and there's a bad way of doing it. Ik vind het niet meer dan normaal dat elke partij, van conservatief tot progressief, anno 2018 in een stad als Antwerpen diversiteit op zijn lijst heeft staan. It's normal. Ik bedoel, wij zijn als stad, je hebt de Schelde, je hebt Brabo en je hebt diversiteit. Dat is Antwerpen DNA. Snap je? Ja, ik vind dat we dat woord gewoon moeten... We moeten daar zelfs niet meer over spreken. Ah, well, voilà, het is, weet het is, it's in our DNA. Voilà, it's what makes us. It's what defines us. Dus dat zou de meest evidente zaak moeten zijn. Maar je hebt ofwel, en dat is een opdracht voor elke partij, en dat gaat niet altijd even makkelijk. We hebben een heel goede track record als groen qua alle kleuren van de stad op onze lijst te bestaan. Wij doen er heel goed werk, maar dat is niet evident. Omdat de kloof tussen politieke mensen zo al groot is. Mm-hmm. En zeker de kloof tussen mensen die inderdaad in een minderheidspositie zitten of die op een bepaalde manier het moeilijk hebben in de samenleving en de politiek. Maar je moet daarin investeren doorheen je werking elke dag opnieuw. En wat je ziet is, sommige partijen die dat doen, die slagen erin om die diversiteit op je lijst te hebben. Andere partijen, die last minute, denken van, en dat is een nobele gedachte, we moeten diversiteit ook hebben. Ofwel omdat ze erin geloven, ofwel omdat ze absoluut ook electoraal bepaalde stemmen willen binnenhalen. Dat is aan hun om dat te beslissen. Ja, dan faalt dat ook gewoon. Want dat is niet geloofwaardig. En dan krijg je wat jij hebt. I don't believe that. Dat is gewoon niet authentiek. Ofwel, ja, dat is niet... Nee, tuurlijk niet. En dat, dat doorprikken mensen ook. Maar dat gezegd zijnde, vind ik wel niet... Dat je, mijn analyse is, hoe meer mensen bij alle partijen actief zijn, vanuit alle windhoeken en vanuit alle afkomsten van de wereld, hoe beter. En of dat nu bij de N-VA is, of dat nu bij CD&V is, of dat bij Open VLD is, SPA, Groen, maakt mij niet uit, hoe beter. Want mensen maken altijd de fouten van te zeggen, ah, die gemeenschap, dit en dat, allochtone gemeenschappen, progressief. It ain't true. Wij zijn een superdiverse gemeenschap. Tuurlijk. We hebben oer-conservatieve meningen tot oer-progressieve meningen. Engageer jezelf. Engageer je binnen de partijen waar je kunt vinden. En als je nergens in kunt vinden, do your own thing. Dat is goed, dat is democratie. Maar stop met die mensen altijd in hokjes te duwen van ja, die moeten daar of daar of daar. Ik vind dat erg als er mensen met kleur helemaal niet op de lijst van de N-VA staan. Als die conservatief zijn en die geloven dat project, go get it. Maar dat is gewoon niet mijn project. Dat project blijf ik aanvechten, want ik ben tegen nationalisme. Ik kan er moeilijk mee om, omdat ik vind... Here we go. Ja, nee, ik kan je namen noemen of whatever. Nee, nee. Drop some names. Yo, man, nee. You know who's talking about, you know who you are. Nee, ik kan er moeilijk mee om, omdat... Ah, is dat zo? Er is onlangs iemand die ik ken, en die gaat voor de N-VA dus. Hè. You know who you are. Hij is een kleurling. You know who you are. En ik zelf heb er moeilijkheden mee, want er was een poll gedaan. En daaruit bleek dat N-VA natuurlijk van boven, 60%, ja, is dit profetisch of wat is dit? En dan daaronder stond er, ik weet niet waar, nog daaronder, ik weet niet waar, maar in ieder geval, derde of vierde plaats stond Vlaams Belang. Vlaams Belang bovenop een SPA en bovenop een Groen. En dan vraag ik mij eigen af, jij, die van een andere afkomst bent uiteindelijk, ja, je bent de nieuwe Belg, dat is heel mooi, en jij wilt politiek voeren, super, geweldig, jij bent begaan met de toekomst, allemaal goed, maar hoe kan Vlaams Belang boven een SPA of een Groen staan bij u? Dat komt niet in mijn hoofd. Oké, ik snap dat je N-VA bent en alles erop en eraan, maar op een paar bepaalde vragen moet je toch iets racistisch hebben gezegd dan? Dat Vlaams Belang ergens toch wel wat hoger staat dan wat anders. Dat kan toch onmogelijk zijn? Maar, ik heb me eigenlijk niet inbeelden dat op een poll, ik weet op die polls, ja, maar, die vragen worden natuurlijk wat aangekleed en whatever. Ja. En die nodig mij dan ook uit, ja, hier, maar doe de poll dan en dan zullen we misschien anders klappen. Get the fuck out of here, gast. Je kunt mij onmogelijk vertellen dat Vlaams Belang boven een SPA en een Groen staat. Ja. Leg me dat dan uit. Heb jij die poll al gedaan? Ik kan die poll niet uitvoeren. Zeg je bang om met Vlaams Belang te komen? Sowieso Vlaams Belang 1, 2 en 3. Wij gaan nu die poll. WNVA, Vlaams Belang 1. En al de rest de computer is gewoon error. Dat is de Vlaams Belang. Ik kan me moeilijk inbeelden dat ik zoiets zou zeggen. Bijvoorbeeld als wat voor vragen zijn dat dan? Dat je eigen... Nee, maar ik volg je daar helemaal in. Allee, sorry, ik zit in de politiek, omdat ik... Allee, waarom heb ik die stap ook gedaan? Ik ben nu 19 jaar in België. Ik heb een paar maanden doorgebracht ook zonder verblijfsvergunning enzovoort. Ik sprak de taal niet enzovoort. Ik ken de struggle.
Als je geen papier hebt, als je de taal niet machtig bent, als je tot een bepaalde categorie bevolking behoort, zal ik zeggen, je krijgt geen toegang tot werk, je krijgt geen toegang tot huurmarkt enzovoort. Dat is een struggle dat we meemaken. En dan, bij mij begrijp ik het niet dat sommige mensen bij bepaalde partijen zitten die eigenlijk die zaken nog blijven bevestigen als het gaat over discriminatie op arbeidsmarkt, discriminatie op huurmarkt. En ik begrijp je helemaal. Ik begrijp Ahmed helemaal als die zegt van ja, ik ben ervoor dat alle kleuren van de wereld bij alle partijen zitten. Ik ben daar ook voor, hè. Ik ben daar ook voor. Maar ik zou dat nog heel hard appreciëren als die mensen binnen hun partij ook iets doen tegen die discriminatie en al die zaken. Maar dat doen zij niet, die bevestigen dat nog. Die verdedigen hun partijstandpunt. In mijn zin, in mijn ogen, kijk, ik ben progressief. Ik ben overduidelijk progressief. Het groene verhaal is mijn verhaal. Equal rights and justice for all, praktijktesten, alles wat je wilt. Elke dag opnieuw. En dat is mijn project. En mijn project is een project dat lijnrecht staat tegenover dat van de N-VA. Hetzelfde bij mij. Heel duidelijk. Hetzelfde. Maar als je zegt, ik begrijp dat niet, dat volg ik niet. Ik begrijp dat wel. Net zoals ik vol overtuiging ga voor hoe dat ik de wereld zie en wat ik vind dat moet gebeuren, is het maar normaal ook dat er mensen zijn die op een compleet andere manier daar naar kijken. Er zijn mensen die hier toekomen, die hun toekomst uitbouwen, die misschien als nieuwkomer een ander traject hebben gereden als u, en die effectief vinden wat de N-VA zegt, dat klopt bijvoorbeeld. Ja, weet je, geef hier alle kansen, doe niet flauw, en doe je ding gewoon. En dat is niet mijn beeld, want ik zie wat de struggle is. Maar er zijn andere mensen die dat effectief geloven. En ik ga mij politiek met elke vezel verzetten, en dat politiek bestrijden, ja, natuurlijk, maar ik kon die mensen nu recht, ik begrijp dat zeker en vast, en ik ga dat respecteren, en ik ga die bekampen in de politieke arena, maar ik vind het heel logisch dat er, als ik soms vooral praat met mijn vrienden, Amerikaanse vrienden, vooral de ouders, oude generatie, dan valt er aan me toe ook wel eens het woord van, de woorden van, ja, weet je, echt, gast, al die Polen en al die Oosterparen, ja, die komen hier. Die pakken onze jobs af. Ja. Ze zitten onze jobs te pikken, en ben ik zo, dude, wait, hold on. We're like, just copy-pasting wat die anderen waren aan het zeggen over ons zoveel jaar geleden. En it's a human thing. It's a human thing. En ik ga dat overal bestrijden. But I get it. Maar ik ga dat wel bestrijden. Maar ik denk dat het verhaal waar Ilir over bezig is, dat vooral mensen zijn die dat een aantal jaren geleden een heel andere visie hadden op de samenleving en plotseling... De opportunisten. Plotseling. Ik heb mijn eigen e-mail. You know who you are. Nee, maar kijk, wij komen van oorlog. Dus wij zijn oorlogswisseling. Ik heb mijn ouders, mijn vader is een professor fysica geweest, die mocht geen les meer geven bij ons. Het was of dood of vluchten. Ja. Dus dat hebben we ook gedaan. Mm. Oké, ik heb hier ook alle kansen, maar ik heb dat afgedwongen. Ik heb ervoor gevochten. Ja. Als ik mijn cv heb doorgestuurd met mijn naam, Osmane Ilir, ik kreeg niet dezelfde kansen als bijvoorbeeld een Jan Janssens dat doorstuurt. Nee, niemand van ons. Dus ik kan me ook niet inbeelden dat jij al die jaren... Tim Dalle, getting my job. Ja, maar ik kan me inbeelden dat jij al die jaren... Jij bent systematisch afgebroken geweest door éénzelfde persoon. En uw partij, waar jij nu voor zit, N-VA, heeft dat altijd gedaan. En nu kom jij ineens uit voor de N-VA. Mannekes. En dan plotseling zie ik daar ergens... Vlaams Belang staan boven al hetgeen, al het ander. Ik heb me daar niet... Ik vind dat opmerkelijk te zijn fascinerend om te zien dat een Jan Peumans bijvoorbeeld, binnen de N-VA, waarvoor ik heel veel respect heb, opmerkelijk te zijn, dat die op bepaalde momenten zelfs kritiek uit over zijn eigen partij en over sommige mensen van bepaalde afkomsten binnen zijn partij, dat die eigenlijk terecht zijn. En dan denk ik in mijn eigen, ja, als een Jan Peumans dat al doorheeft... Maar je hebt dat wel in elke partij, denk ik, hè? In elke partij heb je een bepaalde straat van mensen die hun visie proberen te drukken. Hè? Is dat niet een beetje de beperking van partijgedreven politiek te doen? Hoe bedoel je? Ja, omdat je binnen een bepaalde partij moet je toch je, denk ik, aan een aantal regels, standpunten en dergelijke houden, waardoor dat mensen niet echt helemaal altijd vrij kunnen zeggen wat ze willen. Ik ben het mee eens dat je zegt dat een van de problemen in onze democratie op dit moment dat die te partijgedreven is. Ja. Dus dat partijen een te grote rol spelen. Je hebt andere politieke systemen waar parlementariërs of volksvertegenwoordigers veel meer independent zijn. Tegelijkertijd, als ik kijk naar Groen, wij zijn een atypische partij in de zin dat we 30 jaar geleden als een vrijwilligerspartij zijn opgekomen. Mm-hmm. En onze basis beslist alles. Dus onze vrijwillige leden die beslissen over hoe dat de lijsten gevormd worden, op congressen beslissen die over ons programma. Ons nationaal partijbestuur bestaat voor een heel groot stuk uit vrijwilligers. Dus het nationaal partijbestuur komt elke week samen en beslist over wat er wel of niet gezegd wordt. En ik moet eerlijk zeggen, dat is niet de meest tijdvriendelijke aanpak, want er kruipt heel veel tijd in, omdat je heel vaak terugkoppelt. Je maakt keiveel discussies mee, en soms ook aan bras, keihard,
maar je komt altijd wel tot een heel gedragen standpunt. Uh-huh. En het graven is, vind ik, bij een manier van een politiek doen bij een partij als Groen. En ik kan alleen maar meer over Groen spreken, want ja, ja, ik tuurlijk, kan ja. zit natuurlijk. Dus het is niet, ik weet niet hoe dat er bij een ander naartoe gaat. Is dat wij het traject naar partijstandpunten is altijd gewoon heel, heel superdemocratisch. Dus ik kan niet zeggen dat er heel veel dingen zijn waar ik niet mee eens ben en waar ik tegen moet stemmen. Dat is eigenlijk een heel beperkt iets, omdat je altijd ergens gaandeweg je stem kunt laten horen. Democratisch wil ook zeggen dat er verschillende meningen zijn die dat uiteindelijk tot één visie gevormd worden. Tot een consensus komen, ja, absoluut. Ik wil niet per se zeggen dat een visie is die sterk aanleunt bij u. Ja. En belangrijk is ook over ethische standpunten, dat vind ik ook wel een heel belangrijke, wanneer het echt gaat over abortus en euthanasie van die dingen. Hey, wij hebben dat ook gewoon de regel, dan stemt iedereen gewoon puur voor zichzelf, waar hij of zij in geloven. Ja. Dan dat is iets ethisch, it's your call. Is dat zo, wordt dat zo in het parlement echt... Bij ons is dat wel zo. Dus je hebt partijstandpunten, je hebt dingen die je er op voorhand doorduwt, je hebt altijd het recht om vrij te stemmen wat je wilt, maar je hebt wel een heel traject op voorhand, waar je een consensus vindt, waar iedereen zegt van oké, I got it, hier kan ik mee verder. Maar als het gaat over ethische aspecten, dan is het echt, we do. Ja, maar het mooie aan de partijdemocratie intern, het mooie daaraan is, en daarom zeg ik van, politiek wordt niet alleen maar gedreven om de 6 jaar door te gaan stemmen, maar ook alle jaren zijn er congressen. En ik had dat nooit vergeten, met congressen die we hebben gehad in Leuven, met het afschaffen van hoofddoekverbod bijvoorbeeld, dat was een heel discussie tussen bepaalde kameraden binnen de partij die meer conservatief waren en een jongere generatie die eigenlijk daartegen is. En we hebben dat weggehaald, we hebben dat weggestemd, maar dat was na een discussie. En daarna was er ook op de agenda decriminaliseren dat was not a good moment. Decriminaliseren van cannabis. Decriminaliseren van cannabis, dat haalde ook de media toen. Dat is de enige media heeft gehaald. En dat was, ik weet het. Dat heeft eigenlijk de rest overgeschaduwd. Dat heeft de rest overgeschaduwd. Maar, nogmaals, het toont aan dat je wel met een groep jongeren, dat je wel tot bepaalde zaken kunt komen, dat je zaken kunt doordrukken. En het is ook niet voor niks dat er een groep jongeren binnen de N-VA, Schild en Vrienden, dat zij ook een partijkaart aangeschaft hebben bij de N-VA, want zij weten, een partij is een vehikel in een democratisch stelsel om uw standpunten en verschillende zaken... Schild en Vrienden, ik ben er ook zelf mee bezig in het parlement, die waren niet alleen maar met de N-VA bezig. Ja, natuurlijk, met andere partijen ook. Grootste probleem mee gehad, maar die waren ook binnen de CND, bij de Open VLD. Ja, natuurlijk, maar ik wil maar zeggen... Concreet tegenover, er wordt wel direct naar gehandeld en bij ons is er direct, zijn er direct consequenties aan gekomen. Ja, maar pas op, ik zeg hoe de N-VA er bijvoorbeeld mee omgaat... Ja, de vergoeilijking... Ja, pas op, maar los niet van de discussie van Schild en Vrienden, maar meer... altijd linken aan N-VA en dat niet het geval is. Nee, natuurlijk niet. Het is wel duidelijk dat de N-VA een heel verschillende manier hanteert wat betreft gevolgen eraan geven. En ik denk dat mijn punt was gewoon, de politieke infiltratie van extreem rechts gaat dieper dan enkel bij conservatief rechtse partijen. En dat is iets waar we gewoon allemaal waakzaam over moeten zijn. Voor mij, waarom heb ik die punt eigenlijk aangehaald, is gewoon om aan te tonen dat politiek partijen zijn eigenlijk de perfecte vehikel om verschillende zaken door te drukken in landen. Partijen beslissen nu eenmaal over verschillende zaken. Het gaat niet alleen maar over heraanleggen van een straat of wat dan ook, maar het gaat ook over de kwaliteit van scholen of wat er daar onderwezen wordt, of welke scholen gaan wij toelaten of niet, enzovoort. Hè. Maar het gaat dieper zelf, de politiek. Het gaat letterlijk over wat wij zelfs hier aan het doen zijn. Hè. Ja, hoeveel BTW dat je betaalt op deze tafel, welke huur dat jij er betaalt, de manier vandaag, hoe dat jij kunt organiseren. Vandaag was trouwens ook... It's all politics. Vandaag of gisteren... Die ik kan krijgen ik heb deze jaar echt... Vandaag of gisteren was dat ook weggestemd in het parlement. Ik denk als zelfstandig in bijberoep. Ik ben niet de gast die beloftes maakt. What's up, man? Come on. Ja. Ik probeer hier iets bij te brengen, Sam. Dat is de enige reden dat wij hier zitten vandaag. Dat is echt alles, jong. Ik dacht in mijn eigen, dat was dat tegen mij. De camera's een show. We kunnen mannen bijeenhalen. Yo, wie kan mijn belastingen doen dalen? Nee, maar kijk, als je zeurt over belastingen dat die moeten dalen, geloof mij, dan zit jij perfect geïntegreerd. Want dat is wat alle Vlamingen doen. Die willen dat belastingen gewoon dalen. Nee, maar ik ben perfect geïntegreerd. Ik betaal keiveel. Dus, ja, voilà. Ja. Ik denk niet dat het geïntegreerd als mij kan zijn. Maar Tim, als jij eruit zit, je zegt van... is er niet te veel partijmacht, los van wat ik heb gezegd, vind ik wel dat dat een terecht probleem is. En er zijn wel interessante dingen waar we over moeten nadenken, namelijk partijen spelen nog een heel grote rol met hoe dat lijsten worden gevormd. Mm-hmm. Dus mensen zijn ook heel loyaal aan de partijen, maar ze zoiets hebben van, ja, ik wil een goede plek hebben bij de volgende verkiezingen, en zo en zo. Dat is logisch. Hè? Je ziet je partij graag, maar tegelijkertijd willen ook wel dat je kansen hebt. Het zou bijvoorbeeld interessanter zijn om te werken met een systeem dat je gewoon puur op je eigen individuele stemmen verkozen raakt, bijvoorbeeld. Nu heb je ook nog lijststemmen. Ja. Mensen kunnen op een partij
partij stemmen en op mensen. Mm-hmm. En als ze op de lijst stemmen, dan gaan die stemmen naar u gaan als je op de hogere plaatsen staat. Als je van onder staat, niet. Maar als je dat wegneemt en je zorgt ervoor dat je in het systeem terechtkomt, worden alleen maar die rechtstreekse stemmen de voorkeurstemmen. Dus jij krijgt er 100 en hij 50, dat wil zeggen dat jij er dubbel zoveel hebt. Dus al die mensen die partijstemmen geven, dan, die geven dan in principe dat gaat naar een voorkeurstem naar iedereen dan. Ja, dat is naar iedereen. En dat is dat pot die dan verdeeld wordt van 1, 2, 3. In principe heb je eerste die van boven. Ze zijn akkoord eigenlijk met de samenstelling van de lijst wat die voorgesteld wordt. Als je dat gewoon individueel houdt, dan heb je gewoon iets waar mensen puur op hun eigen merites worden beoordeeld. En dan speelt eigenlijk de hiërarchie die een partij in een lijst steekt veel minder mee. En op die manier, bijvoorbeeld, kunnen we ervoor zorgen dat je daar wel in tegengaat. En dat zijn dingen waar we moeten nadenken, en over heel veel andere dingen, als je in de democratie 2.0 gaat. Ik heb er juist in Decidim aangehaald, de manier waarop je lijsten vormt. Politieke vernieuwing is wat mij betreft een van de issues waar wij nu echt gewoon keihard mee moeten bezig zijn. Dat is waar, politieke dat ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja, hoe realistisch is dat om dat door te voeren? Er zijn mensen die dat gaan proberen tegen te houden. Weet jij nu dat dat echt gewoon al leeft en dat daar... Dat leeft keihard. Dus ja, maar wat mij pijn doet, is dat politiek een slechte naam heeft. Ik zet een paar maanden om iemand te vervangen. Ik zit in het parlement, maar ik zet een paar maanden in de gemeenteraad om iemand te vervangen. Er zijn twee dingen die ik graag zie. Allee, en ook andere mensen, like mijn lief en zo. Yo, ik ga dat even duidelijk maken, dat als je dat ziet, dat hij niet spannend wordt. Spider-Man en Spider-Man op PlayStation. Mijn twee grootste passies zijn mijn stad en politiek. En als je dan in de Antwerpse gemeenteraad zit en je ziet hoe dat één politiek super bitter gevoerd wordt, en twee, dat je stad eigenlijk niet de centrum is van waar het over gaat, maar eigenlijk eerder voor politieke strategische spelletjes, dan is dat super jammer. En dan zorgt dat ervoor dat heel veel mensen een negatieve gevoel hebben, mm-hmm. terwijl politiek net hetgene is wat ik denk een enorme hefboom kan zijn om dingen beter te maken. En dus die politieke vernieuwing, als je merkt dat er heel veel aversie is tegenover politiek, wat trouwens... Ik wil mijn eigen ook een beetje nuanceren. Ik heb juist een boek gelezen over mij 68. Altijd al voor een stuk zo is geweest. Maar als je dat wilt oplossen en je wilt zorgen voor een nieuwe dynamiek, dan ga je een politieke vernieuwing nodig hebben. Ja, maar nu in een tijd ook van apps enzovoort. Ik was niet lang... Is makkelijker dan ooit. Ja, maar pas op. Die richting gaat ook aan. Ja, daar hebben wij er straks... Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Maar daar hebben wij er straks ook over gesproken. De manier hoe de politieke boodschappen gecommuniceerd worden, is ook gewoon nog... Ik heb mijn best ancient. Gedaan. Ja, jij hebt een supergraaf filmpje gemaakt. Ik wil echt een goede gast trouwens. Shout-out, echt pijnlijk filmpje. Echt supercool. Dat van u was trouwens ook graaf. Ook dat vorige, van de vorige campagne, weet ik nog, met de mannen van No Mobs die dat hebben ingezongen. Echt graaf. Maar dat zijn nu, wat ik graaf eraan vind, is, ik denk dat wij alle drie op een heel authentieke manier een politiek doen. Mm-hmm. Wij zijn wie dat wij zijn, in de straten van de stad, mm-hmm. of in waar wij een politiek doen. Dat is graaf. Maar ik denk, als het gaat over communicatie, jij zegt van, nou, dat is nog nooit zo makkelijk geweest, it's bittersweet. Wij zitten in een tijd van alle informatie is toegankelijk, alles. Jij kunt alles vinden op het internet, maar in plaats, het gaat niet over het meest correcte dat naar boven drijft, maar wel het makkelijkst verteerbaar. Het makkelijkst verteerbaar. En het makkelijkst verteerbaar is het meest simplistische en niet per se het meest ware. Dus wat ik denk is, het is een dubbele verantwoordelijkheid. Je gaat de politiek moeten vernieuwen, maar je gaat tegelijkertijd ook een hele generatie mensen en ook oudere mensen mediawijsheid en mediakritiek moeten bijbrengen. Mensen moeten leren op een bewuste manier consumeren wat ze elke dag zien voorbij passeren. De bagger dat ik zie voorbij passeren, waar ik weet, dat shit ain't true. Is ook moeilijk. Het is ook moeilijk om onderscheid te maken tussen fake news en wat er nog waar is enzovoort. Ja, ik heb 2 maanden doorgebracht in Amerika. Ik heb, dat was een zeer verrijkende experiment. En zeker in MIT in Boston. Mm-hmm. Ik zag hoe dat studenten en jongeren bezig waren met een totaal nieuwe manier van democratie. Totaal nieuwe manier hoe dat bijvoorbeeld een bevolking kunt leiden van een stad of van een klein landje. En ze gaan ervan uit van, kijk, om echt een beleid te voeren op lang termijn, kun je niet zeggen van, oké, we gaan stemmen om de 6 jaar. Want elke 6 jaar komt er een minister, of in het geval van Vlaanderen, om de 4 jaar komt er een minister, die bijvoorbeeld bevoegd is voor mobiliteit of voor gezondheidszorg, en die groeit alles wat de minister daarvoor heeft gedaan, om dan zijn visie daarin te zetten. Nu, ze hebben beslist van, kijk, er zijn bepaalde zaken die zeer cruciaal zijn voor een samenleving, dat je eigenlijk niet meer kunt veroorloven dat die om de 6 jaar of om de 4 jaar veranderd worden op basis van een visie van een bepaalde politieke strekking, maar dan gewoon dat je kijkt naar de bevolking, wat dat die willen, bijvoorbeeld, wat dat die denken van bepaalde sectoren, zoals gezondheidszorg, dat moet er zijn, dat moet performant zijn, dat moet goed marcheren, en dan kunnen wij dat gewoon implementeren voor de volgende 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar. Dat is één manier waarmee dat ze daar bijvoorbeeld in MIT aan het denken zijn. Het is gewoon om aan te tonen van, kijk, zijn hier en daar bewegingen om te zien hoe dat wij democratie kunnen aanpassen. Innoveren. Maar in ieder geval, voor mij, democratie blijft het minst schadelijke manier om een volk te leiden.
Ik denk dat er heel veel manieren zijn. Ik denk dat er heel veel is aan het bewegen. Tuurlijk, kijk gewoon naar Antwerpen. Je hebt Ringeland gehad. Je hebt plan A nu nog vorig weekend. Je hebt keiveel dingen die zijn aan het opkomen. Mensen organiseren zich rond alles. Een park dat moet er aangelegd worden waar ze het niet mee eens zijn. Overkapping van de ring. Het vliegveld in Deurne dat volgens sommigen weg moet. En terecht ook wat mij betreft. Dus mensen zijn heel betrokken. Over het feit dat democratie om de 6 jaar een bolletje in kleur voorbijgestreefd is. Helemaal eens, ik heb het er juist ook al gezegd. We moeten dat anders gaan aanpakken. Mensen moeten meer betrokken zijn. Maar ik geloof nog wel in het principe van partijen die bepaalde ideeën voorleggen. En mensen daaraan proberen van te overtuigen. Sowieso, ja. Maar tegelijkertijd ook wel mensen vaker betrekken bij beslissingen en besluitvormingen. Maar ik geloof niet in de massa beslist en dat gaan we uitvoeren. Omdat ik denk dat dat geen manier is. Ja, we hebben dat met G1000 gehad. Met G1000 bijvoorbeeld, experiment hier in België. Op sommige dingen dus, wel, maar ik denk als het gaat over cruciale elementen zoals wegen aanleggen, openbaar vervoer enzovoort, dan denk je dat je gewoon op een andere manier dat moet aanpakken en dat de mensen gehoord moeten worden en betrokken moeten zijn. Maar dat is eerder een soort van co-productie moet zijn. Wij hebben in aanloop naar de verkiezingen ook een paar stadsateliers georganiseerd waarbij wij een paar thema's behandeld en gewoon echt mensen hebben uitgenodigd van ja, kom mee, spreken, een paar experts. Erbij. En op basis daarvan hebben we ons programma in elkaar gestoken. Maar dat is bij elke verstandige partij. Dat is co-creatie. Dus dat is in die zin is dat wel een stap vooruit, hè, wat betreft burgerparticipatie. Maar wat ik spijtig vind, is dat er nog altijd niet volledige transparantie is wat betreft stemmingen en zo. Op de gemeenteraad bijvoorbeeld. Je zou verwachten dat interne partij ook normaal gezien moet verlopen. Maar ik vind dat daar veel meer naar buiten... Geef eens een concreet voorbeeld. Gewoon stemmingen die gehouden worden in de gemeenteraad. Het is een altijd transparant, denk ik. Het gaat over mensen. Dat is openbaar zelfs. Is dat zo? Ja. Ja. Alle stemmingen, wel zijn het van deze week heb ik nog gevraagd van ja, waar kan je die stemmingen bekijken en niemand wist mij te zeggen waar dat je die moest vinden. Ja, dus, bij de besluitvorming, bij dus de website. Dus het kan goed zijn dat ergens aanwezig is, maar er wordt te weinig over gecommuniceerd in de zin van het zal voor iedereen... En ik zit dan bij de CD&V, ik ben actief lid en ik ben kandidaat voor de verkiezingen. En dan nog is het moeilijk voor mij, zelfs als ik erachter vraag, om dat te vinden. Ja. Dat wil zeggen dat er toch wel een serieus probleem is wat betreft transparantie. Je hebt verslag van de gemeenteraden enzovoort. Ik ben het mee eens in die zin. Je hebt een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld. Een mooi voorbeeld is het Vlaams parlement. Dat gebouw is helemaal in glas gemaakt. Met de achterliggende gedachte dat compleet transparant moet zijn. Alles wat wij er doen, wordt opgenomen, kunnen live volgen via het internet met beelden. En je krijgt instant verslagen en alle stemmingen zijn er. Ik weet dat dat in de gemeenteraad veel minder het geval is. Dat is enerzijds een kwestie van middelen, maar ik denk ook anderzijds een kwestie van politieke keuzes. Ja. Maar waar ik er net mee bedacht, als het gaat over politiek en waarom dat mensen misschien zo wat pissen af en toe over politiek, is enerzijds er hoe dat alles marcheert. En ik heb er juist gezegd hoe ik denk dat dingen anders moeten, en wij allemaal. En ook over wat er goed loopt. Maar anderzijds is denk ik de sleutel representation matters. En wat denk ik een heel groot probleem is, volksvertegenwoordiger, in mijn geval, daar is het volk vertegenwoordigen. Mm-hmm. Wie moet er in dat parlement zitten? Delen van het volk. Niet een kloof tussen speciale mensen die daar zitten en we the people. Nee, we the people zitten in dat parlement. En vanaf dat je er zit, is er een volksvertegenwoordiger voor iedereen. Representation matters. Jij zei er juist van, ja, wij zijn allemaal België ervoor, als we naar de Rode Duivels kijken. Ja. Waarom is dat zo? Als ik naar de Rode Duivels kijk, ik zie mijn vriendenkring, bij wijze van spreken. Ja. Ik zie mijn vriendenkring. De helft van de gasten komt voor een reden uit Antwerpen en Liège en Brussel. Ik zie een vriendenkring. Je herkent je ermee. Je herkent je erin. In de politiek is dat niet het geval. Ik ben letterlijk, beeld u in Antwerpen, met alle diversiteit en andere steden, ik ben de enige man van allochtone origine in het Vlaams parlement. Dat is niet normaal. Er zijn 124 mensen in dat parlement. Dat is niet normaal als het gaat over representation matters. Mensen herkennen zich er niet in. Als het gaat over mannen en vrouwen, is dat eventueel 50-50. Maar als ik heb me altijd afgevraagd, voordat ik in de politiek zat, hoe komt dat racisme nog altijd niet is aangepakt? Vanaf dat ik 12 jaar ben ik elke keer opnieuw dezelfde discussies aan het volgen, dezelfde resultaten aan het zien, dezelfde onderzoeken. Ja, er is racisme op de huurmarkt. Ja, er is racisme op de arbeidsmarkt. Ja, we gaan er iets aan doen. Maar nooit gebeurt er iets. En dan kom je in dat parlement en dan merkte, dat is die mensen hun leven niet. Dat zijn mensen die het goed bedoelen, maar die komen allemaal uit het landelijke Vlaanderen. Dat zijn allemaal keiveel juristen, dat zijn allemaal people of middelbare leeftijd. Dat zijn allemaal mensen die heel weinig voeling hebben met die dingen. En dan heb je een soort van probleem, waar mensen zeggen van, ja, één, dat is niet mijn parlement, ik herken mij er niet, de kloof is te groot. Twee, die zijn niet bezig met de thema's die mij aanbelangen.
Dus representation matters. Ik denk dat een manier om politiek terug te brengen is alles wat er leeft in de samenleving ook in het parlement te krijgen. En dat doe je door 1. Uw lijsten veel meer te diversifieren en te zorgen dat iedereen dat in uw stad leeft er ook effectief is. Authenticiteit. En 2. Die thema's die er leven ook veel meer daar te krijgen. Door mensen te betrekken via raadplegingen, via digitale communicatie, via al die dingen. Dus dat zijn de 2 dingen die ik denk dat nodig zijn om politiek beter te maken. Ik mis die representatie ook in ons media. Mediabeeld. Wow, in ons media, in iedereen sport. En muziek wordt er al slagend gezegd, de enige 2 sectoren zijn waar dat makkelijk is. Ik heb jaren gedraaid als DJ. Ja. En ik heb ook heel veel van mijn vrienden zijn ook DJ's in verschillende cafés of discotheken of wat dan waarom ook. Waarom ik? Vind, ja, uiteraard. Maar ik vind gewoon... Deze week zijn jullie geen vrienden, oké. Okay. Die beroep wordt eigenlijk ondergewaardeerd. You can be homies and still be on different sides. Maar deze week is alles... Ik vind gewoon beroep van DJ, dat wordt gewoon ondergewaardeerd tot en met. Mm-hmm. Dat zijn mensen die ervoor zorgen dat massa Antwerpenaars, maar ook massa mensen over heel Vlaanderen bij elkaar komen, dat die geëntertained worden enzovoort. Maar ze hebben geen bescherming, ze hebben eigenlijk geen statuut die hun beschermt. Ze moeten gewoon er is geen DJ als zelfstandig... Nee, voilà. Ah, nee, er is geen organisatie die hun eigenlijk een vakorganisatie... Voor veel artistieke die DJ's of artiesten die in die vak, zeker als het gaat over... hip-hop scene, zeker als het gaat over, laten we zeggen, urban scene. Er is eigenlijk, we lopen een beetje achter. Als je kijkt naar onze buurlanden, maar toch hebben we hier veel talent. Toch verschiet ik telkens over talent die wij hier hebben. En ik kijk naar mensen bijvoorbeeld. Ja, zijn verschillende factoren die daarin nee, spelen. Nee, maar ik zeg het echt waar. Ik heb, laten we zeggen, de toerist LMC bijvoorbeeld. Ja, maar jongens, die dingen gebeuren gewoon niet vanzelf. Olief? Die dingen gebeuren niet vanzelf. Ja, natuurlijk niet. Er is talent nodig, maar er moet ook gewoon... Er moet veel meer mensen durven ondernemen. Ah. Je kunt niet gewoon alleen thuis zitten met ik heb talent en nu moet het gebeuren. Nee, je moet zo ook die mensen de vrijheid geven om te kunnen ondernemen. Je moet heel veel mensen die eigenlijk getalenteerd zijn, die komen ook van een bepaalde middelen. Dat afdwingen. En dat is voor mij in essentie hip-hop. Als je er niet in gelooft, dan doen wij het gewoon zelf. En ik vind dat vaak hier nog een beetje de mentaliteit van ze gunnen mij niet, of dit of dat, zo en zo. Ja, er zijn altijd manieren om het te doen werken, als je het effectief hard genoeg wil. Maar als je kijkt naar een stad als Antwerpen, durf maar 1 keer, bijvoorbeeld met boksen en met je Technics SL 1200, bijvoorbeeld te gaan draaien ergens in de stad. Je wordt opgepakt, want je moet een vergunning aanvragen. Je moet, of je bent iemand aan het storen, of wat dan ook. Ik heb problemen gehad tijdens het maken van mijn video. Hè? Ja, jij mocht niet zomaar filmen. Ik heb net geen PV gekregen. Hè? Jij mocht niet zomaar filmen. Echt waar. Ja. Vroeger, ja. Dat heb ik meegemaakt vroeger, weet je nog? Ik geluidsoverlast. Ja, je mocht ook niet zomaar filmen. Wat was eigenlijk voor u de aanzet om dat filmpje te maken? En waarom wou je zo'n filmpje maken? Want ik ken u als een producer in een ander genre. Ja. En dan toch nu beslissen van ik kan op een andere manier proberen campagne te voeren? Ik wou mijn doelgroep eerst en vooral bereiken. En dat doe je niet door uw speerpunten in close-up te gaan vertellen. Maar ik wou mijn doelgroep vooral bereiken door mijn visie te belichamen. Ik wou een rol spelen in mijn videoclip zijnde en aantonen dat er heel veel talent zijn door dansers te betrekken, door spoken words artists te betrekken. En de muziek zelf is geschreven met 2 vrienden van mij die acteren. Een van hen heeft ook gefigureerd in de videoclip. En dat is een methode. Ik vind dat een methode soms veel meer zegt dan een boodschap zelf. En mijn doel was om een positieve boodschap te geven. Je boodschap was ook sterk. Dank u wel. Dank u. Mijn doel was ook om een positieve, eigenlijk een beetje een bloemetje in de donkere zone van campagne die gevoerd werd. Maar dat is ook wel, jij komt van een muziek uit, dus ik had ook eigenlijk niet anders verwacht van u. Ik vond dat heel tof dat jij je achtergrond eigenlijk als DJ en als producer gewoon terug meer naar de voorgrond bracht. Om dan eigenlijk, want dat is eigenlijk heel mooie campagne voeren, vind ik dan, want je brengt hetgeen dat jij te bieden hebt als muzikant, bij wijze van spreken. Maar daarna kun je dialoog wel aangaan met de klant, dus dat maakt u wel... Toegankelijk. Klant, ja. Toegankelijk. Klanten. Oh, u zijn allemaal klanten vanaf nu. Iedereen die met uw kiezer, bij wijze van spreken, maar dat maakt u wel toegankelijker. En dat is wat ik ook wil. Hisham op zijn manier heeft dan ook dat filmpje gemaakt, wat ik ook dan heel mooi vond, want dat was ook ja, heel verhaal. Ik dacht in mijn eigen, ik kan eerlijk zijn, ik heb een beetje dat filmpje van Schilden en Vrienden geparodeerd, op mijn manier. Maar de symboliek achter de straat waar ik dat filmpje had gemaakt, ik ben begonnen,
ik ben begonnen met praten vanaf een hoekje waar ik eigenlijk sliep als dakloos, zonder papieren, op 18 januari 1999 hier in België beland. Ik ben van daaruit gestart en dan begon ik te stappen, vastberaden, luid. En dan had ik mijn dochter bij, dus dat wil zeggen in de loop van de jaren heb ik hier een kind gekregen of drie kinderen gekregen enzovoort. Dus mijn toekomst is hier. Het was een doodlopende straat, dus ik kom uit een doodlopende straat en ik eindig mijn boodschap met wij zijn Antwerpen, juist op het plek waar Hans van Themsen werd opgepakt. En ik vind dat dat iets dat wij zeker niet mogen vergeten in Antwerpen. Er zijn heel veel zaken die ons verenigen. Wij focussen ons op heel veel zaken die ons eigenlijk verdelen. En we hebben gezien dat de laatste aanslag die plaatsvond in Antwerpen, dat was eigenlijk op 25 mei 2006. En dat was door Hans van Themsen. Dat is heel sterk. Het grappige vind ik aan die beide filmpjes dat jullie hebben gemaakt, dat echt heel authentiek is. Dat is wie jullie zijn als persoon. Dank je wel. Gebruikt in de politiek. Mm-hmm. En iedereen fake. En dat vind ik heel graaf. Hoe meer mensen op die manier aan politiek doen, hoe beter. En hoe dichter de kloof, hoe meer dat de kloof wordt gedicht. Dus wij voelen dat allemaal als real. Weet je, niemand denkt van, it's a political scam, of die proberen mij iets wijs te maken. Jij, jong, gedreven, wat lach je. Noobie in de politiek. Goeie gast. Dat is mijn Antwerpen. Hè. En jij hebt meer meegemaakt en jij brengt dat ook op die manier in beeld. En allebei is dat jullie eigen verhaal van Antwerpen en allebei is dat real. En ik denk dat dat de sleutel is. Maar van, ik kan ook niet hier om de pot draaien. Je geraakt niet in de pers, je geraakt niet in de picture in een campagne in Antwerpen waar eigenlijk meer modder gegooid wordt gedaan dan bijvoorbeeld partijprogramma die daar aangevochten worden of wat dan ook. Je geraakt eigenlijk als klein garnaal binnen de partij niet echt in de picture. En je moet zien of je eigenlijk creatief, op een creatieve manier, met de weinige middelen dat je hebt, want ik heb de centjes niet van VLD of van de N-VA om met targeting en sponsoring te gaan doen op Facebook. Je hebt een klein reserve aan middelen waarmee dat je campagne gaat voeren omdat je gelooft in je project. Omdat je gelooft dat je iets wilt betekenen voor je stad en voor de mensen in de stad. En dan wil jij het programma ook kenbaar maken en je visie kenbaar maken aan die mensen. En zoveel mogelijk mensen. Ik ga eerlijk zijn, wat bij mij de kloof groot is gemaakt. Dus moet er aan voor de spink allemaal liggen. Ik hou het faken of wat dat we doen. Ik hou het 100 altijd. Ik ga eerlijk zijn, wat bij mij eigenlijk de kloof echt groot heeft gemaakt tussen politiek en gewoon eigenlijk in Antwerpen wonen, want ik ben gewoon Antwerpen ontvlucht, is er waren de ene na de andere regel op regel op regel, op boetes, op dit, op dat. Ik mocht al bij wijze van spreken niet te luid praten of ik kreeg al een gasboete. Ik had op een bepaald moment was ik aan het rijden in de stad en ik kreeg een gasboete omdat mijn wagen te luid was. Dan heb ik zoiets van... Het begint mij wel op te vallen als ik in andere steden kan kom. Hoe kan dat? Ik voelde mij gewoon buitengepest, heel eerlijk gezegd. Ik kan dat niet anders noemen. En gewoon het politiek... er werd gewoon constant angst gegooid op alles. En dat was toen die tijden gewoon heel hard. Omdat aanslagen, whatever, en alles erop en eraan. N-VA komt aan de macht, noem maar op. Maar die waren gewoon een soort van politiek aan het voeren dat mij gewoon compleet niet lag. En daar is de kloof bij mij tussen mij en de politiek gewoon heel groot geworden. Want ik was altijd geëngageerd. Ik ben altijd mee in de buurtwerkingen, whatever. Als ik ergens kan helpen, ik ben daar. Hè. Goeie gast. Ik heb ook vaak gewoon gratis gedraaid voor mensen waarbij ik denk van oké, dat zijn jongeren, ik kan er iets voor doen, ik zal dat ook gewoon doen. Dat draait me niet allemaal om geld. Maar ik vond gewoon toen, ik moest al schrik hebben om gewoon buiten te komen, bij wijze van spreken. Of je wordt al geplaagd eigenlijk door de staat, bij wijze van spreken. En dat is bij mij, dat heeft mij gewoon, dat heeft de kloof bij mij gewoon persoonlijk heel groot gemaakt. Omdat het was gewoon niet meer aangenaam. En nu dat we deze gesprek hebben, ben ik ik vind het tof, hè. Want no pressure, maar jullie moeten dat dus veranderen. Dat is gewoon echt... Wij gaan dat veranderen, omdat wij zijn geen uitzonderingen. Er zijn keiveel gasten en jonge vrouwen en noem het maar op, die politiek stond te popelen om hun ding te doen. En die vertegenwoordigen voor een heel groot stuk onze generatie. En ik wil niet per se een generatiekloven spreken, maar ik ga wel herhalen wat ik er juist heb gezegd. Angst was de rode draad doorheen de politiek in West-Europa en België en Vlaanderen de afgelopen 15, 16, 17 jaar. Ja, maar dat is... En dat is, ik zeg het,
vooral omdat dat makkelijk is om te scoren. En de puinhopen die we nu vandaag direct hebben, is dat er meer polarisatie is in de samenleving, dat extreemrechts overal zijn topkomen in heel veel stukken van Europa, en dat er gelukkig ook een generatie is opgestaan die zegt, no fucking way dat wij hiervoor staan. Dit is niet ons DNA, dit is niet ons DNA. Not in my name. En er zijn twee soorten mensen, weet je. En ik heb het zeker niet over u, dat ik nu gewoon zeggen van, ja, weet je, jij bent weggegaan of wat dan ook. Maar op zo'n momenten, denk ik, en ik zie rondom mij heel veel mensen over alle partijgrenzen heen. Let's do this. Dat is hier mijn stad. This is my turf. And no fucking anders is nooit niet opgekomen. Ik ben ook gewoon rustiger gewoon, niet vandaag of zo. Hè. Ik ben gewoon rustiger gewoon, maar ik voelde mij gewoon niet meer thuis in eigen stad. En dat was toen de tijden van Patrick. Je zit Patrick... thuis. Nee, want toen dat Patrick Janssen bijvoorbeeld... Ik vind dat wel fascinerend. Zijn jij geboren in de stad? Nee, ik was 5 jaar toen we naar hier zijn gekomen. Ik heb altijd in de stad gewoond. Ja. Ik heb in de gemeentestad in Antwerpen gewoond. We go way back. We zijn nog samen op school. We zijn nog samen op school. Maar het is niet... Ik kom uit Hoboken. Er is een tijd geweest dat 40% in Hoboken bekend op het Vlaams Belang heeft gestemd. Ik weet nog goed dat ik daar rondwandelde en dat ik zo in het centrum was. Dat was supermarkt. Het centrum, dat is nu ondertussen GB geworden, denk ik. Om tellen. 1, 2, ja, en dat je echt zo denkt. Je zit zo, je bent 17, 18, denk, dus dat wil zeggen... Die vrouw heeft op het Vlaams Belang gestemd, die man. En eerlijk gezegd, daar heeft mij nooit schrik aan gejaagd. Dat heeft mij misschien verontwaardigd, dat heeft mij kwaad gemaakt, maar dat heeft mij vooral de drive gegeven om te zeggen, ik ga dat niet laten passeren. Mm. Omdat je gewoon ook rondom u zoveel manieren ziet van hoe dat het anders kan. En overal waar het er angst is, zijn er ook mensen die het andere uitbeelden, het andere verwoorden en verlichamen. Hoop, perspectief. Optimisme. Het is meer dan optimisme. Het is meer dan optimisme. Het is er echt in geloven. Het is echt zien dat het anders kan. En dagelijks gebeurt dat ook. En naar gelang welke dat je het meeste voedt, en in onze media en politiek is het eerste de laatste jaren veel meer gevoed dan hoop, gaat dat de dominantie zijn. En je merkt gewoon dat er een shift is van aanpassingen. Je merkt gewoon dat mensen het hebben, oké, deze moet gewoon op een andere manier gebeuren. En dat is gewoon waar we keihard aan moeten werken. En of dat gelukken of niet, Het is ook trouwens mijn verkiezingsslogan, gewoon hoop. Omdat ik, ja, er is nog zo'n gast in Amerika dat ook gedaan een paar jaar. Ja, in 2008 inderdaad, ja, weet hem weer. Dingen. Nee, maar ik vertel gewoon wat dat voor mij eigenlijk aanvoelde, heel die jaren door. En dat was hetgeen eigenlijk dat... Maar maak je geen zorgen. Dan komen er gasten als ons en zoveel anderen. En het ding is gewoon, moet je feel that engage yourself. En zelfs in de politiek, wat ik het graafste vind aan wat ik mag doen, en I count my blessings every single day, alhamdulillah voor heel veel dingen, maar onder andere dat ik deze mag doen, is niet alleen maar omdat ik in de politiek zit, maar ook gewoon omdat ik hoop dat ik mensen kan inspireren. En niet om hetzelfde te doen en in de politiek te stappen, maar gewoon om, of het dan nu via muziek is, of het dan nu via een podcast is, of het dan nu via uw eigen ding is, via in uw eigen hoek, op tv, nationaal, achter uw eigen hoek, inspireer, neem dingen in handen en maak dingen sowieso. En that's what makes it sowieso. Sterk. Dat is de boodschap die ik ook dagelijks geef, ook aan dus de studenten enzovoort. Als ik het kan, zeg ik ook altijd tegen die mannen, als ik het kan, dan kunnen jullie het ook. Zeker als het gaat over verder studeren, zeker als het gaat over echt de heft in handen nemen en echt zich engageren. En er zijn partijen, er zijn mensen die angst zaaien, die eigenlijk ons willen wijsmaken dat niet ons land hier is enzovoort. Nee, this land is your land. Ja? En het gaat misschien zelfs nog... Hey, I'm a realist. Het gaat misschien nog wat erger worden voor het beter wordt. Hè? Echt waar. Als ik zie er islamofobie, angst tegenover mensen opzetten, bepaalde economische dingen zal het gebeuren. Het kan misschien nog wel eens erger worden voor het beter zal worden. Maar dat is oké. Want het is pas echt helemaal naar de kloten als je niks meer doet. En dat gaan we niet laten gebeuren. Maar mijn moeder zegt altijd... Ik kom uit het zuiden van Marokko. We zijn eigenlijk nomaden. We hebben heel veel spreekwoorden. We zeggen altijd, door wrijving krijg je glans. En ik vind dat een samenleving in diversiteit, dat eigenlijk nooit voltooid is. Die is altijd constant bezig met een zoektocht naar een perfectie. Wat zegt passie? De passie van eigen makelaar. Onder druk krijg je diamant. Onder druk maak diamant. Wat moet er zondag gebeuren voor jullie? Wat maakt zondag een succesvolle dag voor jullie? Boys, stem op mij. Het is gebeurd. Ik stop met alles. Dank jullie. Goddamn, man. Ik was bijna in kostuum. Kom aan, jongen. Laat dat gaan. Als je dat scheurt, ga je betaald. Vroeger. Ik heb die geld niet meer. De belasting heeft alles afgepakt. Dames en heren. Oei, patroon. Wel. Nee, man. Als jij mij vraagt wat moet er zondag gebeuren, voor mij is het heel simpel. We hebben heel duidelijk gezegd, wij willen een progressief nieuw stadsbestuur. En ik ga blij zijn als wij erin slagen. Wat mij betreft,
de keuze tussen ofwel het model van het huidige stadsbestuur, het N-VA-stadsbestuur, ofwel een nieuw model, progressief, waar wij graag het locomotief van willen zijn. Let's get going. Jullie gaan wel of niet samen iets doen met N-VA? Wij gaan niks doen samen. Ja. Okay. Zijn er andere partijen waar jullie wel... It's on record. Ergens... mee kunnen samenwerken bij wijze van spreken? Ja, ik zou graag met Vlaamse Belang... Nee. Ja, een beetje hey. Outside of the box thinking, hè, zo eigen bomen eerst. Fille. Zo. Fille. Zo. Haal uit je boy, Fille. Je moet opletten wat je zegt, iemand, want dat wordt geknipt en dat wordt in een WhatsApp-berichtje rondgestuurd en zo. Ja, dat kan geregeld worden. Hè. Dat is een schandaaltje zo'n paar over. Ja. Nee, wat mij betreft zijn er twee partijen. Het Vlaamse Belang sluiten wij uit omdat het een extremistische, fascistische partij is. Dat is het cordon sanitaire dat wij zelf hebben opgericht, met Groen. Maar de N-VA, daar willen wij niet mee samenwerken, of daar gaan wij niet mee besturen, omdat dat twee compleet tegenovergestelde modellen zijn voor de stad. Of het gaat over mobiliteit, wat voor ons een kernthema is, als het gaat over wonen, waar ook een kernthema is, maar ook samenleven, actief pluralisme versus hun vorm van laïcité, staan wij lijnrecht tegenover elkaar. Dus we hebben duidelijk gezegd tegen de Antwerpenaar, look guys, wij gaan niet met die mensen samenwerken, wij stellen een eigen project voor, en wij willen met iedereen die dat project mee onderschrijft, aan de slag gaan. Maak jullie keuze. 14 oktober gaan we zien wat er mogelijk is. Maar voor mij gaat de zondag een goede zondag zijn. Als het een groene zondag is, als wij goed scoren. En als ons plan mogelijk is om een alternatief stadsbestuur op poten te zetten. Want Antwerpen verdient het. Top. Next in line. Oh, ik denk dat als wij een klein beetje groeien als partij, dat wij content mogen zijn. En eerlijk gezegd, ik zou content zijn als er gewoon goede gasten in het bestuur belanden. Meer niet. Dat is een heel belangrijke. Dat is een goede gast. Met je hart ja. Op de juiste plaats. Puur hart. Is de huidige burgemeester een goede gast? Is een goede gast? Bij mij betreft, ja, kijk, dat zou niet met een dikke vriend zijn. Maar wat zijn beleid betreft, ja, kijk, je kunt niet ontnemen dat die de lage emissiezone bijvoorbeeld hebben ingevoerd. Dan ga je zeggen dat dat iets slecht is. We hebben daarmee goed gekeurd, voilà, maar we dus, pleiten voor een uitbreiding. Ja, maar dus die heeft op beleidsniveau toch wel een paar zaken gedaan. Je mocht hem dat geven en voor mij gaat het zelfs niet om wie dat de pluimen mag hebben. Hè, maar bedoel, er is wel wat werk verricht. Kan het anders, kan het beter? Ik denk van wel. Ik denk dat wij een burgemeester kunnen aanleveren die dat net iets meer burgervader kan zijn dan de huidige burgemeester. Ja, ik ga hem laten passeren. Het is al over. Ik ga dat niet politiek maken hier. Nee. Hallo, die mensen. Ik ga dat laten. Ik sta klaar om mijn kapot te maken hier. Het was de bromance is real, bro. Open goal. Nee, maar. Nee, ik kan eerlijk zijn. Ik sta op de lijst, op de 10e plaats, met een schitterende dame als lijsttrekster, Jeannie Beels. Ze heeft gewerkt hier in Antwerpen in de politiekorps. Ze weet als geen ander. Hoe dat het huidige beleid eigenlijk gedaan heeft, want ze werd eigenlijk letterlijk weggepest uit Antwerpen. Ze staat nu in de politiek, ze staat nu niet in politiek uit revanche tegen het huidige beleid, maar omdat ze gewoon de zaken beter wil doen. Niet alleen zij, maar heel de ploeg van de SPA staat klaar. We hebben ook een serieus apparaat achter ons en ik denk dat wij de 14e oktober voor een verrassing gaan zorgen. Nu, Vlaams Belang is uiteraard not done. We gaan daar niet mee spreken. N-VA wilt komen praten. We zullen zien. Maar ik kan eerlijk zijn. Ik kan... Bij mijn weten is er geen cordon sanitair rond N-VA. Maar het zal me verbazen dat N-VA al hun partijstandpunten, al hun, plannen met Antwerpen overboord zouden gooien om met ons samen te werken. Want, net als Groen, wij staan gewoon lijnrecht tegen de N-VA. N-VA vindt de auto moet koning blijven in Antwerpen. Wij denken van nee. De belangrijkste wegen die wij in Antwerpen hebben zijn... De belangrijkste wegen in Antwerpen, wat ons betreft, zijn de luchtwegen van de Antwerpenaar. En dat is voor ons echt not passera. En als het gaat over diversiteit, als het gaat over samenleving in Antwerpen... Ik heb mijn politieke slogans achterwege gelaten. Ik probeer gewoon een goed gesprek te voeren. Nee, maar als het gaat over samenleving in Antwerpen, wij zijn voor terug afschaffen van de hoofddoekverbod. Ik weet niet wat dat N-VA daarover denkt, maar dat is ook voor mij, zeker voor mij als het gaat voor mij, dat is een breekpunt. Ik ben heel benieuwd wat het zondag wordt.
En voor mij... Go vote. Ja, inderdaad. Dat is het belangrijkste. Dat is het laatste wat ik wou zeggen. Inspireer u. Ga op één boodschap, als ik het mag zeggen tegen jonge gasten. Zoek op wat voor u de 3-4 belangrijkste thema's zijn. Leg naast elkaar wat elke partij erover zegt. Make up your own mind. Don't let us tell you what to do and go vote. Weet je? Ja. Make it count. Sorry. En voor mij, als er partijen zijn die mijn belastingen kunnen wegschrijven, haal uit mij. Maar ik zeg het, je bent gewoon, je bent gewoon fucking geïntegreerd. Je bent gewoon een... Come on, man. Don't make me pay, bro. Dan moet jij, als jij ooit doel hebt om veel geld te verdienen, dan moet je op een bepaald punt gewoon zeggen, kijk, ik ga op NVA stemmen, want die gaan mijn zakken wel veel. Ik kan heel eerlijk zijn, ik wil jullie één per één allemaal bedenken eigenlijk om mijn visie terug breder te maken, om de kloof tussen mij en politiek terug eigenlijk wat meer te dichten. Want ik was een beetje verloren. Wij waren verloren. Misschien. Don't drag me down. Get out of here, man. Ik heb niemand heeft dat gezien, snapte. Wie zegt dat ik u niet eens heb, gewoon nog afweg van me. Nee, wat heb ik echt bedankt voor jullie tijd, echt waar. Want absoluut. Het is nodig. Ik vind dat nu meer dan ooit nodig is geweest om eigenlijk de jeugd wat meer aan te trekken, bij wijze van spreken. Om ze wat meer bewuster te maken. Van wat er eigenlijk allemaal omdraait in onze stad. Want dat is hetgeen dat bijvoorbeeld in mijn geval dan, ik was gewoon eigenlijk ergens verloren gelopen en ik voelde mij gewoon niet meer welkom in de stad, bij wijze van spreken. Ik weet dat in vroeger tijden dan was er altijd van alles te doen en je kwam overal en er werd niet zo hard, je kon muziek spelen, bij wijze van spreken, en doen en laten wat je wou en je werd thuis. En dat was de laatste jaren wat verwaterd. We gaan ervoor zorgen dat je spijt krijgt en dat je terugkomt wonen in Antwerpen. Ja, maar ik woon nog steeds in arrondissement Antwerpen. Dat is de parking, man. We gaan ervoor zorgen dat je terugkeert naar de gemeentestraat. Antwerpen start zelf ben ik gewoon ontvlucht. Vind jij erg dat ik bij dat slotstuk zo'n triest muziekje eronder heb? En zoom in op mijn ogen. En dat is geen traan, hoor. Dat is gewoon stof. Ja. Zalig. De tijd van de camera's is beperkt. Ik zou graag nog uren hierover verder praten. Nogmaals, allemaal bedankt om bedankt. Tijd vrij te maken om naar dit kleine dingetje te komen. Jij bent bedankt. En veel succes zondag, jongens. Ja, bedankt. Dankjewel. Merci, gasten. Voor u ook. Ja.